try to get up. Hey bloggertjes, vandaag voor jullie een shoplog van de Action en het Kruidvat. Ik zal beginnen met de Action, omdat ik daar maar één ding gekocht heb en het is geen beautyproduct. Ik heb een kladschrift gekocht, dezelfde als de vorige, maar dit is met lijntjes papier. Dat vind ik eigenlijk iets leuker. Die was er de vorige keer niet. Er zitten 96 blaadjes in en ja, de examens komen eraan en mijn andere kladschrift is volledig vol. Dus ik had een nieuwe nodig. Dat is alles wat ik in de Action gekocht heb. Dat was iets van 1 euro geloof ik. Dan ben ik naar Kruidvat geweest en heb ik alleen maar producten van Essence gekocht. En het is allemaal make-up. Als eerste mijn concealer van Essence, de Stay Natural en nummer 01 Soft Beige. Dit is al mijn derde concealer en jullie hebben die vast en zeker in mijn opgemaakt video gezien. Dus ik heb hem opnieuw gekocht en ik heb hem nog niet gebruikt. Het kwastje is normaal gezien wit en als je hem één keer gebruikt, ja, wordt hem beigeig. Dus mijn concealer heb ik opnieuw gekocht. Dan heb ik een nieuwe mascara gekocht en zoals jullie wellicht weten ben ik echt een super fan van de Maybelline mascara. Deze is bijna op, hebben jullie ook vast en zeker in mijn opgemaakt video gezien. Dus dat is deze. Ik heb niet meer Maybelline genomen, ik ben heel tevreden van Maybelline, maar ik wou eens een andere uittesten. Dus heb ik deze van Essence gekocht, de Multi Action. En mijn vriendin Sophie en mijn andere vriendin Therese zeggen dat die heel goed is. Dus ik denk ik ga hem uittesten. En dit is hem, die is gewoon basic zwart. Dus ik ben echt benieuwd of hij goed is, of hij geen klonters heeft. En ik heb nog wel een mascara, deze van NYC, maar dit is een vol volume mascara. En dit draag ik niet elke dag. Ik bedoel, kijk hoe groot dat borsteltje is. Dus ik moest ene voor naar school te gaan. Dan heb ik een nieuwe glossy lip balm gekocht. Niet Berry Cupcake, maar Strawberry Cheesecake. Een mooie lichtroze gloss. Die ruikt super lekker. En dit is nummer 01. En deze andere wat ik al had, Berry Cupcake, is nummer 06. Nu heb ik er twee. Berry Cupcake is helaas bijna op. Maar er komt nog wel genoeg uit om hem nog een paar keer te dragen. Dus nu heb ik er twee. En als laatste wat ik gekocht heb is de Essence Quick and Easy Sponge Nail Polish Remover. Acetonvrij. En deze is van Essence, dus die is super budgetproof. Deze kwam €2,99 geloof ik. En als je dan zo een gewone remover, wat zo... tegenover de rekken van Essence en Catrice en zo staat, dat kost €7. Dus deze van Essence is veel verdeliger. Zoals jullie al weten is er ook een do-it-yourself van. En ik gebruik het heel vaak, het werkt goed bij mij. Maar de laatste paar keren dat ik een nieuwe maakte, droogde de sponsjes bij mij heel snel uit. Ook al deed ik het doosje goed dicht. Dus ik denk, ik koop me een. Ik heb het nog niet gebruikt. Maar ja, het is gewoon zo een basic... sponsje met een gaatje in om je nagellak mee weg te halen. En zo, dat was mijn shoplog van de Action en het Kruidvat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie snel weer. Doei!